Wie is jouw beste maatje? Iemand van de luisteraars van mijn YouTube-kanaal vroeg mij om hier een filmpje over te maken. En ik wil die persoon van harte hartelijk danken hiervoor. Dus weet dat je altijd aan mij kunt vragen door een mailtje te sturen naar het e-mailadres wat je in de beschrijving onder dit filmpje vindt, of ik over een bepaald onderwerp wat je bezighoudt een filmpje wil maken. En dan kijk ik of dat mogelijk is voor mij. Nu dus, wie is jouw beste maatje? Want niet iedereen voelt dat hij het leven wil delen met een partner. Ofwel omdat dat niet iemands wens is, ofwel omdat het te veel is voor iemand. Te veel intimiteit of te veel druk of dat het te veel angst oproept. Maar iedereen heeft wel behoefte aan verbinding en dat hoeft niet per se met een partner te zijn. En het is mooi om jezelf de vraag te stellen: wie is nu je beste maatje of wie zijn je beste maatjes? Het kan bijvoorbeeld een boom zijn. Ik hou heel veel van een rode beuk die vlakbij de Stadsschouwburg staat in Eindhoven. En dat is een plek waar ik altijd naartoe kan gaan. En heel vaak als ik een sessie begin met iemand, met de Taoïstische oefening, waarbij je je hart opent, waarin je je voorstelt dat er een bloem is in je hart die zich opent naar iemand of iets waar je veel om geeft, dan popt bij mij die rode beuk op. Omdat die mij zoveel geeft. Die rode beuk heeft uitstulpingen aan de onderkant en dat lijken een soort stoeltjes, een soort zitjes. Je kunt dan echt op zo'n knobbel gaan zitten en tegen de stam leunen. En dan voel ik zo'n kracht en zo'n begrip. Ik voel ook dat de boom mij verwelkomt. Heel vaak gaan de bladeren ritselen als ik eraan kom. Ook als de andere bomen helemaal bladeren hebben die helemaal stilstaan. Dus ik voel steeds meer een harmonie ook ontstaan door de jaren met die boom. En dat is ook iets wat gebeurt. Bomen zijn levende wezens en die reageren ook op jou. Osho, mijn spirituele meester Osho, die zat altijd bij de universiteit waar hij werkte onder een boom. Dan stopte hij daar en ging hij onder een boom zitten. En die boom die bloeide helemaal op. En toen hij een werk kreeg bij een andere universiteit als professor filosofie, toen stierf die boom. Dus je kunt zien wat een wisselwerking daar is. Dus het kan een boom zijn. Het kan je beste maatje kan ook een dier zijn. Hoe vaak hoor ik van mensen dat hun beste maatje een hond is, of een poes, of een paard, of nog een ander dier. Je beste maatje kan ook iets religieus zijn. Dus bijvoorbeeld God. Het is misschien raar om God een maatje te noemen. Maar dat kan je belangrijkste steun zijn of jouw belangrijkste iets om mee uit te wisselen. Iets is ook raar om het iets te noemen, maar God kan je beste maatje zijn of Maria kan je beste maatje zijn. Ik vind het op het moment heel fijn als ik naar een natuurgebied ga, de Malpi,
om, dan kom ik voorbij de Nicolaaskerk in Valkenswaard. En daar is een prachtige hoek bij Maria waar je kaarsen aan kan steken, waar je kaarsen op kunt steken. En dan steek ik soms zo'n hele grote kaars op die 9 dagen brandt voor mijzelf. Dan is er 9 dagen voor, in mijn beleving, die verbinding met Maria. Dus ook Maria kan je beste maatje zijn. Of misschien heb je als kind een fantasiefiguur gehad. Of heb je die nog, die je beste maatje is? Ook die energie kan jouw beste maatje zijn. Ik heb hele goede maatjes. Dat is de hele verzameling knuffelbeesten die bij mij op de bank zitten. En elke dag, elke ochtend groet ik hen. Elke avond wens ik hen een goede nacht. Als ik wegga, dan zeg ik gedag tegen hen en zeg ik waar ik naartoe ga. Als ik terugkom, dan groet ik hen weer en dan zeg ik hoe het geweest is. En dat zijn hele goede maatjes voor mij. Ze zijn altijd vriendelijk, ze kijken altijd vriendelijk en ik voel hen altijd als een support. En ze helpen me ook bij mijn sessies, want heel vaak symboliseren ze iets voor de andere persoon. Die kan dan als symbool een van mijn knuffels kiezen om bijvoorbeeld te staan voor een verlangen of om te staan voor dus het saboterende deel of om te staan voor de teleurstelling of voor de pijn. Soms kan het veel fijner zijn om dat op een afstand van jezelf te zien, om het beter naar te kunnen kijken. Dus dan zet ik die maatjes van mij, die knuffels, in. Ook een buurvrouw of een buurman of een leraar of een kennis of een vriend of vriendin kan jouw beste maatje zijn. En dat kan ook iemand zijn die overleden is. Een familielid bijvoorbeeld dat overleden is. Of een vriend of vriendin die overleden is. Omdat de energie van iemand altijd aanwezig blijft. Het kan ook een spirituele meester zijn. Of een schrijver van een boek. Of een filmmaker die mooie films maakt. Dus het kan heel breed zijn, degene die jouw beste maatje is. En dat is als iemand anders, als een partner, je beste maatje is, is dat niet beter of slechter dan het hebben van een partner. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen met het hebben van een beste maatje. En als je het leuk vindt om dat te delen, kun je dat doen bij de reacties onder dit filmpje. En weet dat als jij graag een filmpje zou hebben over een onderwerp waar jij graag op een bredere manier naar zou willen kijken, kun je mij altijd vragen of ik daar een filmpje van kan maken. En ik doe dat, ik noem dan nooit je naam natuurlijk in een filmpje. Dus dat is, je blijft altijd anoniem daarbij.